Marc-Jan Verderes, een aantal dagen voor de start van de competitie. Hoe kijk jij terug op de voorbereiding? Ja, klopt. We gaan weer beginnen aan de competitie. En ik moet zeggen, dat is ook wel spannend. En als ik terugkijk op de voorbereiding, ja, dan is dat ook wel een lange periode weer geweest. En wel een spannende periode ook. Met een nieuwe hoofdtrainer. Een nieuwe assistenttrainer ook. Dus ook wat nieuwe mensen voor de rest in de staf. Weer een aantal nieuwe spelers. Een totaal andere werkwijze / speelwijze. Waardoor je in de voorbereiding ook wel hebt gezien dat het enorm veel tijd kost om dat goed voor elkaar te krijgen, zeg maar. Om daar uiteindelijk weer een machine van te maken. En, ja, in dat proces zitten we. Het is ook echt een proces. Een proces ook waarvan ik denk, dat gaat wel even tijd kosten. We willen heel erg van eigen kracht uitgaan. De trainer heeft allerlei spelpatronen in balbezit in zijn hoofd. Waar hij elke dag trainingsvormen op verzint en op bedenkt. En de spelers moeten daar aan wennen. De staf moet daar aan wennen. We moeten ook aan elkaar wennen. En ik moet zeggen, ik vind dat wel een heel leuk en mooi proces. Maar je ziet ook wel, het is een proces wat met vallen en opstaan gaat. Ja, dat is ook wel hoe ik de voorbereiding heb ervaren. Schrik jij dan bijvoorbeeld als de ploeg met 6-1 van Werder Bremen verliest? Nou, ik word er niet heel vrolijk van als we met 6-1 verliezen. Ik was ook bij die wedstrijd. Maar ik schrik er niet van. En wat ik net eigenlijk zeg, je weet dat we in een proces zitten. En je weet ook dat tijd nodig heeft. Ja, en wat in voetbal gewoon zo is, ik heb dat zelf ook ervaren als speler. Is dat als 2 of 3 iets willen gaan doen. En de andere 2 of 3 die daarbij in de buurt staan, nog niet helemaal begrijpen op welk moment je dan druk moet zetten of welk moment je in moet zakken. En je doet niet precies hetzelfde. Ja, dan valt dat al heel snel uit elkaar en dan vallen de ruimtes. En ja, als je dan tegen een team speelt als Werder Bremen, die afgelopen seizoen in de tweede Bundesliga zijn gepromoveerd. Die hetzelfde team ongeveer bij elkaar hebben. Die 2 spitsen hebben die vorig jaar allebei 20 goals hebben gemaakt in de tweede Bundesliga. Nou, wat ik wel na de eerste 20 minuten overigens, want toen vond ik ons beter de eerste 20 minuten. Na de eerste 20 minuten wel een geoliede machine ook vond, Werder Bremen. Ja, dan werkt het dubbel op. Dus zij een ingespeeld team met allerlei patronen die al werken, die al passen. En wij een team die in opbouw is, die in een proces zit. Ja, dan wordt het verschil in één keer groot. En dat is niet leuk en dat is niet fijn. Maar het geeft ook wel weer voer natuurlijk voor de staf en de spelers om te zien aan welke punten moeten we nog werken met elkaar. Dan de transfers. Ja, de man waar het meest over gaat is Jurgen Strand Larsen. Hoe zit het daarmee? Ja, laten we vooropstellen is dat we allemaal natuurlijk enorm trots zijn op de ontwikkeling van Jurgen. De stappen die hij heeft kunnen zetten bij FC Groningen. Ik kan me nog zo goed herinneren dat we hem 2 jaar geleden in Noorwegen zagen voetballen. Daar zag je een spits met hele mooie voorwaarden, mooie lengte, mooie snelheid, goede basistechniek. Die nog niet heel erg veel scoorde, maar waarin wij heel veel potentie zagen. Nou, als je dan ziet wat voor stappen Jurgen de laatste 2 jaar bij Groningen heeft gezet. Dat is volgens mij waar we voor staan en wat we graag willen. En dat er dan andere clubs geïnteresseerd zijn, ja, dat is eigenlijk is dat hartstikke mooi. Alleen, wij zitten nu in de situatie dat wij heel ambitieus zijn als FC Groningen zijn en dat wij graag willen presteren. We hebben de laatste 3 jaar hebben we erg veel geld verdiend op de transfermarkt, wat hartstikke goed en mooi is voor de club natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk ben je een voetbalclub die wil presteren en ja, daarom willen we eigenlijk Jurgen graag houden. Dat hebben we ook aan de voorkant hebben we dat helemaal duidelijk gemaakt aan Jurgen. Aan het einde van het seizoen ben ik al met hem gaan zitten. Het hele seizoen doorgelopen, zijn ontwikkeling, et cetera. Maar ook gehad over, deze zomer is een grote kans dat clubs zich gaan melden voor jou. Hè? Want 14 goals gemaakt in de competitie, 3 in de beker. Ja, je staat er gewoon goed op en bent een heel interessant profiel. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijken wij daar tegenaan? Een open gesprek, waarbij we uiteindelijk zijn gekomen tot een strategie. Waarbij we hebben gezegd, in principe willen wij je houden bij FC Groningen. En alleen voor de absolute hoofdprijs verkopen. En om het heel duidelijk te maken voor jou en dat we niet ruzie hebben bij elk bod wat er komt. Zeggen we, voor dit bedrag kan je gaan. Met dit doorverkooppercentage komt dat niet op tafel, dan is het van de baan. Dat gold tot en met de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie start. Ook dat was heel erg duidelijk bij Jurgen en zijn zaakwaarnemer. Dus tot voor Osasuna.
Nou, is dat bedrag niet op tafel gekomen. Dus ja, die afspraak is nu van tafel. En nu proberen wij er alles aan te doen om Jurgen binnenboord te houden en tevreden te houden. Inmiddels zijn er biedingen geweest van Bologna 2 keer. Nou, inmiddels zijn er ook 2 biedingen geweest van Middlesbrough, die nog weer een stuk hoger liggen dan die biedingen van Bologna. Ja, en het is ook logisch, hè, dat als je Jurgen bent en je bent een jongen van 22 jaar, ja, dat je dat soort stappen ook wel ziet zitten. Dat dat mooi is, maar hij begrijpt ook wel ons als club heel goed. In ieder geval, ja, dat is tot nu toe hoe de gesprekken onderling verlopen. Ja, wij willen nu graag met Jurgen in gesprek om ook te laten zien dat we heel erg veel waardering voor hem hebben. Dat we zijn rol in de groep super belangrijk vinden. Ja, en dat hij eigenlijk dan ook wel misschien een opwaardering van zijn contract verdient in die hele situatie. Dus ja, dat is de status op dit moment wat betreft Jurgen. En hoe dat de komende weken gaat lopen, ja, dat weet uiteindelijk niemand. Maar ja, wij gaan er in ieder geval alles aan doen om Jurgen binnenboord te houden bij de club. Met een tevreden gevoel. En dan met elkaar te werken aan een goed seizoen. En dan misschien dat hij later alsnog een hele mooie stap kan zetten. Dan heb je aan het begin van de voorbereiding genoemd dat de selectie op dit moment eigenlijk te groot is. Dat het te veel spelers zijn. Hoe zit het met de andere eventuele uitgaande transfers? Nou, wat dat betreft is het nog relatief rustig. Er is wel interesse in een aantal jongens. Er wordt ook wel gesproken met clubs, ook wel vanuit ons, maar ook wel vanuit de spelers zelf. Alleen, op dit moment is dat nog geen match. En soms is dat de club die geïnteresseerd is niet het bedrag op tafel wil leggen wat wij verwachten. Soms is het ook dat de desbetreffende speler niet naar de desbetreffende club wil. Terwijl wij al een deal hebben. Dat is ook al wel gebeurd de afgelopen periode. Dus ja, dat is een spel wat de komende weken nog wel even door zou gaan, denk ik. Verwacht ik. En uiteindelijk verwacht ik wel dat er nog wel een paar jongens een andere club gaan vinden of een andere keuze gaan maken. Nou ja, en dat zal richting het einde van de transferwindow. En wanneer de tijdsdruk wat groter wordt, dan zal daar wel wat meer duidelijkheid in komen, verwacht ik. En ook wel wat sneller zullen we daarbij wellicht tot een deal dan moeten komen.